Welkom, dames en heren, bij een nieuwe aflevering op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Door het nieuws van de afgelopen week. En dat is meteen eigenlijk bij onze gast, Mike Kuivenhoven. Die is vandaag bij ons te gast. Om uitleg te geven dat hij nu ineens de nummer 64 van de wereld is. Mark McGuinness stond eigenlijk op 64. Maar door het inleveren dus van de tourcard van Kyle Anderson staat Mike Kuivenhoven nu op 64. Ja, Mike, gefeliciteerd daarmee. Ja, dankjewel. Ja, dat is echt super. Die toekart te bouwen. Ja, daar ben ik uiteindelijk wel blij mee natuurlijk. Ik had het niet meer verwacht. Maar het is toch gebeurd. Ik heb toch een belletje gekregen dat het toch zo weer mocht zijn. Dus daar ben ik erg blij mee. Ja, want hoe... Ik neem het even over, man. Want hoe ging dat dan voor elkaar? Kreeg jij dan... Ja, je zegt inderdaad, je kreeg een belletje, maar... Ja, bellen ze dan jou en zeggen van, hey Mike, je hebt je tourcard behouden? Of hoe gaat zo'n belletje? Eigenlijk wel, ja. Zo simpel gaat het. Ja. Dus voor de rest werd er ook nog niks gezegd over wie er dan gestopt was of hoe het verder in zijn werk gaat. Maar in ieder geval dat ik mijn tourcard behoud en dat ik niet naar Q-School hoef. Dus dat, zo simpel is het eigenlijk. Gewoon een kort belletje. Dus ja, en dan, ik moest even stil houden. Toen het tot het nieuwsbericht eigenlijk naar buiten kwam. Dus ja, dat was gelukkig maar een paar uurtjes. Dus dat viel mee. Dan kon ik het alweer gauw laten weten. Want ja, dit was wel een heel mooi nieuws, zeg maar. Dat wilde ik wel graag delen. Ja, want we zagen natuurlijk op jouw social media account dat jij echt aan het toewerken was naar Q-School. Ja. Je verloor al nipje toe. Het was niet met een dubbel gevoel om naar Q-School toe te gaan. Ja, tuurlijk. Mijn tweede jaar is op zich een goed jaar geweest. Jammer dat ik het op die laatste toernooi niet heb laten zien. Zeg maar, daar heb ik het niveau eigenlijk niet gehaald wat ik hoorde te halen. Dus geen wedstrijd gewonnen. Ja, dan verlies je net aan je tourkaart. Dat is behoorlijk zuur. Maar vanaf januari ga je dan toch weer vooruitkijken. En vooruitkijken, dat betekent Q-School gooien. En ja, dan ga je daar voor trainen. En daar was ik eigenlijk volop mee bezig. En ik zou volgende week zaterdag dan naar Duitsland reizen. Maar dat gaat nu niet door. Dus dat hoeft niet. Gelukkig. Jij voelt het raar om in één keer niet naar zo'n Q-School toe te werken. En eigenlijk dat je in één keer uit het niks een soort gat hebt. Natuurlijk wel een gat omdat je je tourkaart hebt behouden. Maar voelt het alsnog niet een beetje raar dan? Het voelt wel een beetje raar om alsnog binnen te halen, die tourkaart. Dat wel. Het is, het liefste haal je natuurlijk in één keer de top 64. Mm-hmm. Dat is gewoon het mooiste. Maar door omstandigheden is het nu gebeurd. Ja. Dat maakt uiteindelijk voor mij niet zo heel veel uit. Maar het is uiteraard een beetje een vreemde manier. Dat wel. Nou, je hebt hem binnen, dus maakt niet uit hoe inderdaad. Nu we je toch hier hebben, je hebt... Eigenlijk een best prima 2020 gedraaid. Hoe kijk jij terug op een 2020 waar je toch op meerdere toernooien, meerdere tv-toernooien, je debuut maakte? Ja, dat was, ten eerste was het natuurlijk een raar jaar. Het jaar begon gewoon normaal. Met de eerste 8 player championships en een aantal Eurotour kwalificaties. Dus daar was er nog niks aan de hand. Maar ja, uiteindelijk natuurlijk een paar maanden stilgelegen tot juli volgens mij. Voor de Summer Series. Ja, dat is een hele rare tijd. Dan heb je maanden dat je eigenlijk niet weet wanneer je weer gaat starten. Dan zit het met trainen. Is dat ook een beetje lastig? Hoe ga je dat een beetje oppakken? Want je weet niet waar je naartoe moet werken. Nou ja, uiteindelijk komt dan de Summer Series en is er steeds meer bekend. En dan plaats je je ook nog voor diverse tv-toernooien door nog een goede Eurotour 3. Waar ik de laatste 8 heb gehaald. Haal ik het EK ook. Ja, dat zijn natuurlijk de dingen eigenlijk waar je het voor doet. Maar dat zijn, ik heb goede resultaten gehaald. En daardoor sta je daar. Het is jammer dat je op die toernooi zelf dan even niet laat zien wat je nice hebt, zeg maar. Er zit een beetje een zuur randje aan, zeg maar. Het is net niet. Mm-hmm. Daar zullen we het zo inderdaad ook even over hebben. Je zegt dat je kwalificeerde jezelf voor het EK... EK, wat een behoorlijke prestatie is. De Players Championship Finals haalde je. Heb je ook gespeeld. Maar dan ook aan het einde van het jaar het WK Darts, waar je je debuut ook op maakte. Hoe voelde het om daar nu dus tegen Matthew Edgar te
te spelen op het podium daar in Ely Pally? Anders dan dat ik had verwacht. Omdat het een beetje hetzelfde leek als de Player Championship Final of het EK. Er was geen publiek bij. Maar uiteraard, het WK is het grootste toernooi van de wereld. En ja, daar wil je spelen. En dat heb ik uiteindelijk gehaald. En daar ben ik natuurlijk super trots op. Maar de beleving, die kan beter. Je verwacht toch de volle zaal met het publiek. Dat is natuurlijk, dat ken je van tv, dat is fantastisch. Daar wil je eigenlijk op het podium staan. En dat heb ik dit jaar niet gehaald. Dus ja, we moeten nog maar een keer terugkomen. Dat denk ik zeker. Ja. Het was dus heel mooi, maar ja, het was niet helemaal wat ik verwacht had. Nee, en die wedstrijd dan tegen Matthew Edgar, velen zagen dat ook als een soort wedstrijd om behoud voor tourkaart. Hoe kijk jij terug op die wedstrijd? Je verloor hem helaas met 3-0. Ben je toch nog tevreden terugkijken dat je daar überhaupt wel stond natuurlijk, sowieso? Nou, ik kon in ieder geval in die wedstrijd kon ik mezelf wel rustiger houden dan in voorgaande podiumwedstrijden. Dus dat zal misschien een stukje ervaring zijn ook. Maar ja, Matthew Edgar, die gunde me... Ja, ik heb wel een paar kleine kansen gehad, dat zeker. Maar hij strafte het ook enorm af als ik mijn kansje niet pakte. Ik had volgens mij een aantal keer 1 of 2 pijlen voor een dubbel die ik niet gooide. Maar hij met zijn finishpercentage volgens mij 75%. Strafte alles af wat ik niet pakte. Dus ja, hij liet me ook niet echt terugkomen in de wedstrijd. Dus dat was wel een keiharde nederlaag uiteindelijk. Maar ja, dat is wat het is. Het is de eerste wedstrijd op WK. En dat is niet zo'n grote ramp. Dat komt nog wel een keer. Zeg maar. Daar kijken we nog wel naar uit. Volgend jaar beter, zeg ik altijd. Nee, je noemt het zelf al een beetje op het WK. Maar op tv loopt het nog niet helemaal voor je. En dan krijg je natuurlijk wel een goede Espinol en Damon Hita die dit jaar goed opkomt. Maar we weten wat jij op de vloer kan. Dus op tv viel het misschien toch al een beetje tegen. Ja, nee, zeker. Dat vond ik zelf ook. Ik heb ook wel een blessure gehad aan mijn elleboog. Maar dat waardoor ik niet zo goed heb kunnen trainen als dat het eigenlijk hoort te zijn. Maar ja, na het WK toe was ik eigenlijk genoeg hersteld om daar geen last meer van te hebben. Dat zag je ook alweer een beetje terug. Dat het daar wat rustiger was, wat meer ontspannen. Maar ja, dan komt het niveau er eigenlijk nog niet uit zoals het eruit hoort te komen. Dus ik zie het nu gewoon als les, die toernooien. Ik heb nu verschillende tv-toernooien achter de rug. En ik merk dat ik daar zo in ieder geval wat in ben gegroeid naar het einde toe, zeg maar. En ik hoop dat volgend jaar gewoon, of dit jaar eigenlijk, gewoon door te kunnen trekken. Dus. Ja, maar wat wel opvalt is dat ook op het podium, de Eurotour, ga je op zich wel redelijk. Zeker tegen Gurney en Dunne, die versla je dan. Dat zijn echt grote namen. Daarom verwachten wij mensen eigenlijk indirect dat je tegen een Espinol bijvoorbeeld ook wel kans heeft. En met jouw kwaliteiten, en wat we ook de laatste jaren zien op de Tour, dat het veel dichter naar elkaar toe komt, is dat misschien ook wel heel realistisch. Ja, zeker. Nee, dat stelde mezelf ook flink teleur inderdaad. Maar dat had eigenlijk met die blessure te maken vanaf toen. Dus dat was, dat zat niet mee. En dat heb ik eigenlijk nog niet eerder genoemd. Omdat ik dat een slap excuus vind, zeg maar. Maar dat heeft uiteraard meegespeeld. Dat schiet niet op. Dus ik hoop eigenlijk het niveau wat ik in de eerste Eurotour heb laten zien. Dat het niveau is wat ik kan laten zien in ieder geval op de podia. Dus daar gaan we gewoon dit jaar voor zorgen, zeg maar. Dat het niveau is dat jullie allemaal zien. Mm-hmm. Ja, Mike, je haalde je tourkaart in 2019. Eigenlijk het jaar 2019 ging toch wel wat minder dan verwacht voor jou. Terwijl in 2020 juist weer best wel lekker ging. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met Niels Sonneveld. Hè? Ook hij haalde het WK. Ook hij had een wat minder 2019, wel een goed 2020. Waar komt dat verschil vandaan? Denk je dat het gewoon gewenning is van het daar zijn op de Tour? Ja, dat denk ik wel. Het is eigenlijk vanuit het niks pakken mijn tourkaart. Ik heb in Nederland en een aantal internationale toernooien wel gegooid. Maar plaatste me eigenlijk plotseling. Ik haalde plotseling mijn tourkaart eigenlijk. Ik ging voor de Challenge Tour. Daarvoor ging ik eigenlijk naar Q-School. En uiteraard hoop je dan wel je tourkaart te behalen. Maar
Dat verwacht je niet, zeg maar, op voorhand. En toen plots had ik hem toch. En dan kom je daar in die zaal met al die grote darters. En dat is dan toch ook wel weer een belevenis, zeg maar. Dus dat, in eerste instantie moest ik me daar een beetje settelen. Rustig worden tijdens de wedstrijden en mijn vorm zien te vinden, zeg maar. En eigenlijk heb ik wel, ook in dat jaar, wel weer een stijgende lijn gezien. Maar het bleef een moeilijk jaar waar de resultaten toch wel een beetje tegenvielen, zeg maar. Mm-hmm. En flink door blijven trainen in 2020. Vol goede moed eigenlijk om de Tourcard toch te gaan behouden. Een gestart. Nou ja, en dat is eigenlijk ook gelijk wel een begin vorig jaar. Heeft dat goede resultaten... Of zijn er goede resultaten gevallen met 2 plaatsingen voor de Eurotour? En volgens mij 2 keer laatst 8 op een Player Championship. Kwartfinale is gehaald, inderdaad. Want je voelt je nu al thuis op die Tour 2021. Kan die stijgende lijn nog stijgender maken, zeg maar? Dat is uiteraard de bedoeling. Nee, ik ben weer druk aan het trainen. En het voelt goed, het gaat lekker. En ik kijk er naar uit eigenlijk. Ik was klaar voor Q-School. En ik zou ook klaar zijn voor... De eerste superseries weer eind februari. Ja, want je zegt net, ik moest inkomen in 2019. We hebben het even uitgerekend natuurlijk. In 2019 heb je ongeveer 18% van je prijzengeld bij elkaar gespeeld. Dus je verdedigt dit jaar niet zo heel veel. Maar jij zegt dat je moet wennen. Dat vind ik opvallend, want op Player Championship 1 gooi je je hoogste geregistreerde gemiddelde tot nu toe in de PDC. 106.0. Ja, dus klopt. Was dat de spanning die je eruit gooide, of... Ja, vertel het maar. Geen idee, maar dat was inderdaad een prima wedstrijd. Dat was een aardige binnenkomen. Maar nee, geen idee waarom dat wel gebeurt en daarna niet. Daar heb ik geen verklaring voor. Maar dat was wel een fantastisch begin inderdaad. Maar dat, iedereen weet ook dat elke darter kan een keer zo'n niveau neerzetten, zeg maar. Maar om het constant te doen, dat is de kunst, zeg maar. Dus... voor die daling van dat niveau, zeg maar, daar heb ik geen verklaring. Nou ja, goed, je hebt 82% van je prijsgeld staat voor dit jaar volledig vast. Dus daar kan niks meer mee gebeuren tot volgend jaar. Zie je dat als een voordeel? Dat eigenlijk, we gaan ervan uit dat jij met 2-3 proto's in de UK Open wel redelijk aan het prijzengeld zit van 2019. Met 2 Player Championship weekenden en de UK Open... als je je vorm gewoon goed doortrekt, lijkt mij dat realistisch. Dus eigenlijk alles is daarna bonus. Is dat een soort relaxing dan? Ja, je moet het altijd eerst zien te doen, zeg ik. Want dat, je kan het wel veel te rooskleurig bekijken, maar dat moet je ook niet doen, zeg maar. Het is uiteraard gunstig. Het is niet heel veel om te verdedigen. Dus de kans is groot dat het... alleen maar meer kan worden en dat je makkelijk, in theorie makkelijk je tourcard zou moeten bouwen. Weer voor volgend jaar. In ieder geval geen zenuwen voor behoud van prijzengeld bij een bepaalde toernooi of een bepaalde overwinning. Dus lijkt mij goed dit seizoen. Je zegt al dat je uitkijkt naar de Super Series. Wat eigenlijk een soort dat zijn gewoon Players Championship toernooien zijn dat. Voor de rest... Is de agenda van de PDC nog wat onduidelijk? Hè? Heb jij nog bepaalde doelen voor 2021 die jij in je hoofd hebt? Voor dit jaar? Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat ik vorig jaar ook bereikt heb. Om dat weer te evenaren minimaal. In ieder geval tot de tv-toernooien beter te doen. Constant te worden, in eerste instantie constant te worden op de vloertoernooien. Dat sowieso. En daarna op de tv-toernooi toch een aantal rondes gaan winnen. Want het is, wat ik daarnet al zei, het is de resultaten die ik daar gehad heb, was natuurlijk, dat kan veel beter. Want als je niet wint, dan kan dat sowieso beter. Maar nee, constanter worden eigenlijk. Constanter worden in mijn niveau. En uiteindelijk eind van het jaar gewoon op dat WK staan. En daar volgend jaar gewoon weer mijn tourcard te hebben, zeg maar. Ja, nou dat is een mooi streven. Ja, Mike, bedankt voor dit kleine interviewtje. En nogmaals gefeliciteerd met het behoud van je tourkaart op een hele bijzondere manier. Maar we zien jou gewoon weer terug op de Tour in 2021. Succes, Mike. Ja, zo is het. Dankjewel. Helemaal goed.